Bij archeologisch onderzoek in de grond van het voormalige slachthuis Hilkman in Nijmegen zijn resten van een Romeins bouwwerk gevonden. Op het terrein in het Wouwkwartier in Nijmegen-West wordt later dit jaar gestart met de bouw van een woontoren. De oude fundering die is blootgelegd bevat onder andere Romeins bouwkeramiek en natuursteen, maar ook enkele netjes recht gekapte blokken tufsteen. Een groot deel van de gevonden resten zal in de grond blijven zitten. De nieuwe fundering wordt er bovenop gebouwd. Op plaatsen waar de nieuwbouw de archeologische resten zal verstoren, worden wel opgravingen gedaan. Het is de bedoeling dat de archeologische werkzaamheden deze week worden afgerond.